Dit is de moeder van de protestliederen, als ik het zo mag beschouwen. Dat is ooit ontstaan als protest van de jeugd tegen de oorlog in Vietnam. Met als grote dader Nixon. En ja, waar er ook maar protesten werden gehouden over de wereld, overal, bijna overal werd dit nummer ten gehore gebracht. Als een aanklacht tegen die volkomen nutteloze, redeloze oorlog in Vietnam. Inmiddels zijn we, hoeveel verder? 30 jaar, 40, 50? Ik ben de tel kwijt. Maar de oorlog in Oekraïne bewijst nou eigenlijk dat we er geen ene donder van geleerd hebben. Het gaat maar door en het gaat maar door. En ja, dit is natuurlijk, dat nummer van Bob Dylan is, vind ik, voor mij persoonlijk, vind ik voor de zoveelste keer weer een aanklacht tegen het voeren van zinloze oorlog. Trouwens, waarom zou een oorlog zinvol zijn? Elke oorlog is volkomen zinloos. Dus vandaar dat ik met hand en tand aan dit protest, deze protestsong van Bob Dylan vastklamp. Staat notabene ook nog een keer op de allereerste plaat die ik ooit gekocht heb. De Freewheelin' Bob Dylan. En dit nummer heb ik sindsdien altijd met mijn gitaar gespeeld. Ook met de tijd van de Zips en zo en de Beatdown Skifflers. Dus ja, het zit me als een handschoen zit dit nummer om me heen. Met nog steeds dezelfde pretenties. Must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must a cannonball fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Must the mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they are allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head pretending that he just stops and see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer. Must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will he take till he knows that too many people are dying? Mr. Vladimir Putin, the answer, my friend, is growing in.